Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots. Een Metaby version versus Rakusho version. In de vorige aflevering heeft Jordi nogal veel pech gehad doordat zijn Rakusho elke keer doodgaat. Omdat zijn Rakusho echt veel minder HP heeft dan mijn Metaby. Zeker in de armen. En dat is wel echt zuur. Ja, kijk, deze serie heet versus Metabots Metaby tegen Rakusho. Maar het is meer zo van Milan pest Jordi, want Jordi wint te veel andere dingen op zijn kanaal. Dus we geven expres Jordi de moeilijke versie. Dat vind ik best wel een goede serie eigenlijk. Ja. Maar dan heb ik liever dat je me mag gewoon bij wijze van spreken Emerald tegen Kaizo Emerald doet. Want dan is, voor mijn idee is dat nog eerlijker. Ja. Maar dan krijg ik nog 7 tussendoor. Ja. Nou oké. Okay. Ik heb tenminste de eerste weggehaald. Is er geen enkele part dan die je hebt gewonnen in een vorig gevecht, zeg maar, die je kan gebruiken in dat gevecht? Kijk, bijvoorbeeld nu krijg ik een keer het hoofd. Ja. Dat zou ik misschien nog kunnen doen, maar dan is de vraag... Kan ik mijn ding ook aanpassen voordat ik begin? Nee, niet tussen die battles. Nee, dus nee. Dan heb ik er niks aan. Maar heb je van Erika niet een Nee, van Erika krijg je geen part, want ze zegt ook letterlijk in de fight van ja, we doen niet met lost meta parts, want hey, dan wil je het tenminste wel doen. Ja, precies. Nou, ik probeer misschien op een andere manier. Oké, maar ik ga kijken, misschien werkt dat scout een beetje. Geen idee. Ja, wellicht dat je daar iets aan hebt. Maar misschien dat juist wel, want ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar niet over hebben nagedacht, zeg maar. Dat de ene zoveel moeilijker is dan de andere. Je weet. Je zal toch wel iets moeten hebben, zeg maar, wat dan beter is. Mogelijk. We zullen zien. Het ding is, ik krijg ook niet de max, hè. Het is ook niet zo van, oh, je doet 60 damage, maar je hebt maar 40 HP. Nou. Wat doet hij? Jij hebt de game waarschijnlijk langer mee gespeeld. Wat doet Berserk eigenlijk? Als je skill level op gaat, wordt dan de vaardigheid iets sterker? Berserk? Dat weet ik eigenlijk. Berserk is gewoon de naam van mijn hamer. Dus dat je met een part misschien een skill omhoog gaat. Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik heb alleen, ja, dat is net met Pokémon. Ik heb nooit echt veel aandacht gegeven aan stats en zo. Nee, oké. Oh, oeps. De meisjestoilet. Nou, niet zeggen dat je voor ongeluk inliep. Jawel. Ah, oké. Zolang jij maar denkt dat het per ongeluk is gebeurd, vind ik het helemaal goed. Ja. Nou, zolang dat meisje die erin stopt, maar denkt dat het per ongeluk was. Mm-hmm. Oké, dit is ook weer klaar en nu is het weer tijd voor de volgende. En nu krijg ik ook alleen maar de hoofden, hè? Ja. Ja, misschien is dan die laserhoofd wel iets wat je iets mee kan, zeg maar, als je hem haalt. Ja. Nou ja. Heb je al een beetje idee dat scouten effect heeft? Nee, niet echt. Het enige wat momenteel ik zie dat de chain reactions iets meer damage doen. Oké. Maar ja, het helpt mij alsnog niet als ik soms mijn vader, als ik soms mijn been verlies. Nee. Ja, status effect, hartstikke mooi. Stop mobility. Een soort paralyze, maar dan wel kort. Het enige wat er wel valt is dat ik misschien over het algemeen sneller ben. Ja. Dat geeft je wel misschien wel weer extra tijd om een extra aanval te doen, zeg maar. Kijk, nu heeft scout zin. Ik heb in één hit beide armen kapot gemaakt. Oh, nou, dan ik denk dat scout dat een beetje het idee was achter de Rakusho dan. Ja, mogelijk. Oh, hoe de fuck doe je het dan strike action funden met... Oh, met het hoofd, oké. Nou, ik denk van, weet je wat, ik heb geen idee of dubbel scout iets doet, maar laten we hem even uittesten. Ja. Ah, nu is die sneller.
En beide armen zijn weer weg. Jouw beide armen? Ja. Oh, dus ik kan dit net zo goed weer weggooien. En is het ook niet zo dat je, hoe heet het, meer parts nog over hebt dan zij? Nee. Het is gelijk. Ik heb net zoveel armen, ik heb net zoveel parts over. Maar zij kan. Is er nog veel tijd over? Nee. Het is, je kan proberen dat uit te zetten. Nee, het is 27 seconden. Oh, nee. Nee, dan heb je nog heel veel tijd. Ja, en ik wil Metaforce doen, maar dat is ook al unmastered, ja. Ja. Oké, okay, zijn we weer op auto. Ik begin zo meteen weer opnieuw. Ik had gewoon geen dubbele scout moeten doen. Dat was misschien beter geweest. Maar ja. Ja, het blijft fucked up. Ja. Ja, misschien is dit wel de... Oh, deze ga ik nooit winnen natuurlijk. Even denken, wat wou ik zeggen? Misschien is dit wel een kleine voorsprong die ik alvast kan nemen. Want die zou ik misschien wel nodig hebben als we straks een beetje richting het eind lopen. Mogelijk. Voor nu, ja. Ja, Joni, welkom in de finale. Ja, ik heb eindelijk Peppercat verslagen. Ja. Ja, want dat is het ook. Hè. Tot dit punt kan je ook niet grinden of wat dan ook. Je kan ook eigenlijk nergens naartoe. Je zit gewoon vast. Dus... Misschien maar iets van tussen de aflevering of tijdens de aflevering opzoeken welke tactic je het best kan gebruiken. Ja, ja. Er is maar één tactic die ik het best kan gebruiken en dat is waarschijnlijk gewoon scout. Waarschijnlijk, ja. Mooiste vind ik ook nog van, het is nu beide mis, mijn beurt mis. Haar beurt mis, mijn beurt mis, haar beurt weer mis. Ja. Nou, oké, hartstikke mooi. Time's up. Ja, ik heb verloren. I know. Very sad. Jij had geen game over counter bij, toch? Nee, zeker niet. Maar ik zit er wel nu aan te denken. Ja, dat is misschien een heel goed idee. Nee. Misschien wil Sander wel een dev compilation maken. Nou ja, ik heb de weddenschap gemaakt met Sander dat als hij het voor elkaar kan krijgen... Nee, daarom zeg ik het ook. Mag je het gerust doen. Daarom zeg ik het ook. Maar ja, met jullie deel 2 aflevering zit ik al te kijken van... Ja, Nou... We hebben tot nu toe volgens mij 9 afleveringen opgenomen. Wel heel lang geleden, want we liggen al een tijdje stil op het moment. Maar... Mm-hmm. Hoe heet het... Er staat nog genoeg te gebeuren. Oké. Okay. Dus de serie is niet afgelopen bij aflevering 3? Nee. De salaryman is verslagen. Mooi, ik zit nog steeds bij de scholieren, dus ik zie je over een uur. Ja. Hey, de jongens bathroom, daar hoor ik thuis. Salty rent naar me toe. Met een meisje met oranje haren. Oké, dat is dat klaar. Chain reaction, daar gaan de benen. Krijg ook nog een mooie chain reaction dat de armen er ook nog vandoor gaan. Nee, dat niet. Nou, dat is weer iets te veel van het goede. Ja, nou ja, zover is het niet over. Hè. Wie weet, misschien heb ik geluk. Nee, natuurlijk. Ja. Hè, was al van tevoren van plan om het te schieten met een arm. Dat is wel echt zuur. En daar gaat mijn ding. Dus, ja, yeah, you cannot attack with a broken ding. Ja, maar ik heb hem al gekozen voor het kapot ging. Ja. Yeah. Nee, dat is wel een van de dingen waarvan ik nog steeds zeg van... Als je kon bepalen wat je op kon mikken... Ja. Dan was deze game zoveel vriendelijker geweest. Ja, maar dan ga je altijd op het hoofd en dan win je altijd. Ja, maar ja, dan had je nog iets in kunnen stellen van... Hey, je kan niet op het hoofd totdat jij... 1 of 2 parts klaar heb, of beter dat er bijvoorbeeld parts zijn die taunten. Ja, precies. Dus er waren genoeg manieren geweest om dat nog op een eerlijke manier voor elkaar te krijgen. Want voor mijn idee heeft de CPU het altijd voor elkaar om toch het wapen te pakken wat ze nog wel kunnen gebruiken. Ja, precies. En nu ben ik al meteen dood bij de teddybeerknuffel.
Oh. Wat een rip. Nou ja, ik kan er niks tegen doen. Ik maak alles kapot. Nee. Zijn hoofd overleeft met 5 HP. Hij doet een laser en ik mag opnieuw. Wauw. Nou, ik zit op dit moment wel ver vast. Ik weet even niet waar ik naartoe moet. Milan, ga met mij niet praten over vast. Jij kan tenminste grinden als jij vast zit. Dat is waar. Ik ben hier letterlijk de definition of insanity aan het uittesten. Dingen probeer te herhalen op dezelfde manier en hoop op een andere uitslag. Ja. Yo, gaan we vechting? Want dat vind ik nog het mooiste. Dit is nog steeds niet eigenlijk moeilijk. Nee. Het ding wat moeilijk maakt is dat je niet kan grinden. Anders had ik een half uur geleden al gezegd van weet je wat, ik ga grinden. Ja, dat is inderdaad wel zuur. Nee, en ik doe net niet genoeg damage om die benen in één keer kapot te maken. Zelfs met die scout doe ik maar 59 damage. Ja, en hij heeft 120 aan zijn benen. Ja. Dus ja, als ik een beetje pech heb. Het is sowieso 3 hits. Het is altijd sowieso 3 hits. En als ik pech heb, gaat hij daarna nog misschien nog een keer wisselen naar een ander iets. Nou, dan krijg ik nog een chain reaction, maar ja. Zoals nu. Zie je? Chain reaction. Boom. Oké, nou, hij heeft zijn benen nog, maar. Critical hits. Oké, daar gaan we hamer weer. Dus dan moet ik het doen weer met het zwaardje. Oh ja, het goedje. Ja, ik dacht. Maar heeft jouw zwaardje ook niet iets dat hij kan paralyze of zo? Nee, geen status. Het is puur damage. Hij heeft ook niet eens verhoogde critkans of wat dan ook. Het is gewoon een simpel zwaardje. Okay. En hij is waarschijnlijk weer sneller en dan gaat mijn zwaard weer en ik mag weer zometeen opnieuw beginnen. Please, doe op mijn benen, doe op mijn benen, doe op mijn benen, doe op mijn benen. Please, 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 dank u. Mijn benen zijn wel naar de tering, maar dat maakt niet uit. Je bent wel gegund. Ja, nou, kom op. Benen kapot. Oeh, ik zit nu echt in een moeilijke battle. Kop kapot en dan kunnen we weer door. Ja, maar ik dacht dat met de Madderboss dat je favoriete was, die coachie heeft, maar. Nee, die bedoel ik niet. Nee, is net niet genoeg. Hij is net weer sneller. Die Koji die doet zo'n aanval met zo'n rollerbank en dan gaan je benen kapot. Ah. Ja, ik kan niks meer anders vragen, hè, dus. Nee. Ja, of kapot, nog een game over. Wauw. Het zit ook niet mee, hè? Nou ja, ik kan niks anders doen. Nee. Dat is een beetje het probleem. Ik vind het niet erg dat ik ergens faal door of dat ik niet bepaalde keuze niet goed doe. Of dat ik de verkeerde dingen doe. Maar voor mijn gevoel doe ik niks verkeerd. Nee. Ik kan ook zeggen van oké, ik doe dan niet meer die scout. Maar ja, die scout is om dan zo'n extra hit nog in te kunnen doen. Ja. Maar ja. Weet je wat, ik doe dat voor lol, omdat ik nu even kan kijken van oké, wat was het net en wat is het nu. Misschien helpt dat, maar. Oké, Roku Show. Even voor de lol, dan maar even kijken. Een hamer zonder scout, hoeveel damage doet dat? Want het kan natuurlijk ook zijn dat het iets is als bijvoorbeeld hoge accuracy dat je iets kan raken. Ja, precies. 53. Oké, dus. Ik ben doodgegaan door die rollerbanken, wat kut. Zeker. Dus het is niet erg om geen scout te doen, want het is dan 53 tegen 58. Nou ja, dat is nog verwaarloosbaar. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat bijvoorbeeld tegen Pepper Cat, degene die telkens mist, dat misschien wel handig voor is. Ja, precies, omdat die je dingen kan dodgen, zeg maar. Ja.
Ik moet een heel groot stuk nu opnieuw doen, omdat ik de hele tijd niet gesaved had. Heb jij niks geleerd van mijn kunsten het afgelopen half uur, Milan? Nou, ik dacht... Iedere keer save, maakt niet uit. Kijk, maar dat wil ik graag zien. The meta part for that action has been broken. Dat is mooi. Nou, dan is hij klaar. Dus oké, Scout is op zich handig om te hebben voor hele hoge evasiveness characters. Oké. Nou, eindelijk de eerste weer klaar. Nou. Tot nu toe ben je alleen nog maar bij de eerste en bij de laatste dood gegaan, toch? Eerste en laatste. De tweede was nooit echt een probleem. Nee. Want die heeft naar verhouding maar weinig problemen. Want zijn hele gimmick is, hij is snel, maar doet niet heel veel damage. Ja, precies. Want ik kan gewoon één hit doen en hij is al één part kwijt. Mhm. Ja, en ja, het grootste probleem met Roku Show is gewoon van, oké, critical hit, wat ben je kwijt? Oh, je arm, jammer dan. Ja, maar dat is inderdaad, zeker omdat je arm zo weinig HP heeft, dan heeft hij ook geen kans, zeg maar, om een hit te taken, zeg maar. Nee, want ik heb letterlijk maar twee... ik heb maar twee manieren van aanvallen, dat is mijn linkerarm en mijn rechterarm. Mm-hmm. Ik heb niet de missiles die... En Metabee heeft op zijn hoofd. Nee. En dat is gewoon heel... Dat is gewoon... Dat is been, eigenlijk been, 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 been. Op je been? Jee, op mijn been. Jee. Maar dan had ik ook gewoon liever gehad van... Oké, geef me dan maar de vaardigheid om iemand gewoon keihard te schoppen. Dat vind ik ook nog prima. Oké, Spike is ook klaar. En dan gaan we weer door naar de volgende. Nou ja, hier ga ik wel weer terug naar Scout. Want ja, ik wil wel haar kunnen raken. Zo. Mm-hmm. Heb je er een goed gevoel over nu? Nope. Oh. Laten we zo zeggen, ik ben hier al 4 à 5 keer geweest, dus... Yeah. Na verloop van tijd is het niet meer goed gevoel. Na verloop van tijd is maar gewoon hopen dat ik iets kan raken van haar. Ja. Met wat geluk. Dus als ik bijvoorbeeld nu direct het hoofd raak, dan zou ik heel blij zijn. Ja. Maar nee, het is alleen maar een arm. Het zijn beide armen. Oh, allebei de armen dood? Allebei de armen zijn kapot. Oh, dat is wel positief. Ja. Die kan... Peppercat kan letterlijk strike action thunder. Dus die immobilize... Op letterlijk alles doen. Mm-hmm. Nou oké, ik ben nu wel mijn benen kwijt, maar het zijn mijn benen en ik heb al gezegd, de benen doen toch niks. Nee. Ja, charge, mega force. Ja, mooi. En ja, het klote is, je bent er ook gewoon gestunt voor een lange periode. Mm-hmm. Please, 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 please. Maak niks kapot. Nee, weer een crit. En dan gaat mijn arm. En weer gemobilized. Ja, miss, because the meta part you want to use is broken. Ja, en ben ik weer mijn armen kwijt en mag ik het weer opnieuw doen. Wauw. Ja. Status effect. Stop mobility. Want ik kan letterlijk Peppercat niet uitlopen. Ik zit echt even te denken van wat is nu slim om te doen. Voor jou of voor mij? Nou, gewoon überhaupt met dit. Want als je al twee... Je zit zometeen twee afleveringen op hetzelfde plekje. Nou ja, even de specificatie. Niet omdat ik slecht speel. Nee, zeker. Het komt niet omdat ik slecht speel, maar... Nee, maar daarom. Daarom zeg ik van, ja, daarom vind ik... Kijk, als je gewoon slecht speelt, zeg maar, dan hoef ik er niks mee te doen. Dan is het gewoon je eigen probleem, zeg maar. Nee, precies. Ja. En dat ben ik ook met je eens, want...
En dat is een beetje het hele ding van, ik heb gewoon niks, ik kan damaged wapens kan ik niet gebruiken. Dus het is gewoon rondjes lopen voor mij nu. Jee, weer mis. Jij wordt hem gewoon gek laten maken vanavond, of niet? Nee. Ik had verwacht dat het gewoon hetzelfde... dat het niet moet uitmaken welke versie je pakt. Nou, ik wil ook best geloven dat het niet uit zou maken welke versie je pakt. Maar dat dit gewoon... pure pech is, of? Ik wil bijna zeggen pure pech is, want... ik krijg het wel iedere keer voor elkaar om een wapen kapot te hebben die... die je gebruikt. Die ik zou willen gebruiken. En omdat ik ook iedere keer die status immobilize krijg. Loopt zij midden weer uit. Dus dan kan ik niks doen. Ja, en ik kan ook niet... Ik kan ook geen scout gebruiken. Ja. Maar dan is de kans heel hoog dat ik hem mis. Dus dan zou ik een paar 80% accurate moves iedere keer moeten doen. Om zo doorheen te komen. Ja. Zullen we doen dat je... Want ben je nu weer dood gegaan? Ja, ik ben weer dood gegaan bij de battle. Dat je... De volgende keer dat je bij die battle bent... Dat je safe state van tevoren. Ja, prima. Ik doe het... Ik doe het wel... Ik doe... Ja, maar ik maak wel de afspraak met je. Ik doe het wel pas bij Peppercat. Ja, dat zeg ik. Dat bedoel ik, hè. Pas bij de derde. Ik... Ja. Dat bedoel ik ook. Ja, ik ben niet zo flauw om bij iedere fight dan te gaan safe staten. Nee. Pas bij Peppercat. En ik ben nu ook op een stukje waar ik elke keer opnieuw moet, hoor. Want omdat ik even verlies. Ja, maar ja. Dus. Ik herhaal even. Jij kan ook gewoon zeggen van ik loop even terug, doe wat random fights en grind even. Ja, dat is waar. Ja, maar je hebt niet zo, het is niet zoals bij Pokémon dat je echt veel beter wordt of zo. Nee, klopt. Vooralsnog. Kijk, straks als je een tweede Metabot hebt, zeg maar, dan kan je gewoon... een goede metabot bouwen op de tegenstander die je hebt, zeg maar. Nee, precies. Maar die Koji, jongen, die heeft echt een fucking irritante metabot. Die doet elke keer van die rollerbanken en dan killt hij gewoon altijd één part van je, zeg maar. Leuk. Ja. Dus je hebt eigenlijk maar 4 beurten om hem te killen. Nou ja... Jij hebt 4 beurten, ik heb 2 beurten. Ja. Want als hij zo, als hij bij wijze van spreken beide armen kapot maakt, dan kan ik al niks meer. Dus, ja. Tjaka. Dan gaat de benen weer. Hoofd ook in één keer. Mooi. Nou, dat is het eerste al meteen weer klaar. Nou, nog maar een keer proberen, Koji. Eigenlijk zou ik nu die benen van die ene bot die zoveel HP heeft wel kunnen gebruiken. Die totalizer. Ja. Ja, was inderdaad wel fijn geweest als je even 120 HP hebt. Ja. Alleen het probleem is dus wel, je bent wel veel slomer daardoor. Ja, ach. Maar dat is tegen deze niet erg, want het enige wat hij kan doen is die rollenbank opzetten, zeg maar. Dat is zijn enige aanval. Dat kan hij namelijk met zowel zijn hoofd als zijn armen, geloof ik. Okay, mooi. Hij kan ook een hamer blijkbaar, maar die heeft hij nog niet eerder gedaan. Oké. Mooi, dat is mis. Oké. Als ik de mogelijkheid ertoe krijg en ik Samantha kan verslaan, wat al heel veel condities zijn waar ik aan moet voldoen, maar volg even het verhaal, dan ga ik even kijken wat het zwaard precies doet. Ja. Been. Oeh, nice, mis. Kijk, dat willen we kunnen zien. Dat iets mist. Oh, mist iemand op jou? Ja. Nice, dat is bij mij nog niet overkomen.
Nou, daar gaat... Hij zette geen bank neer. Nice. Oh, hij zet, die had okay, ik mis nu het hebben van scout, want ik kom nu net iedere keer 1 à 2 HP tekort om iets te killen. Nou, dat maakt nou niet uit, want dat is kapot. En ook al is de chain reaction. Ik krijg niet eens een chain reaction. Wat is dit nou weer voor discriminatie tegen Rokusho? Een beetje jammer dit. Ja. Nog een keer mis. Heel mooi, maar ik hoefde niet al die missen te hebben tegen fucking Spike. Ik moet die missen hebben tegen Samantha. Met een beetje ja, dan moet ik nu zijn hoofd kapot maken, anders win ik alsnog niet. Oké. Hartstikke mooi. Nou, we hebben afgesproken save state, dus save. Yeah. State. Ah, jongens. Wat een vernieuwlijd. Nou, inderdaad het woord light. Ja, want ik ben echt aan het lijden. Ja, ik moet echt het hebben van die scout. Oké, elect defense. Oké, dat is niks. Maar wel status effect. Nou ja, als het maar voor korte duur is. Ja. Het is inderdaad voor korte duur. Oké, hamertijd. Hammertime. De. Kom op. Meteen de kop. Dat zou ik heel mooi vinden. Nee, benen. 40. Oké, okay, benen weg. Chain reaction. Ook bijna de arm weg. Oeh, je doet wel veel meer damage dan dat ik doe. Ik denk dat ik ook wel meer damage doe, maar... ik denk dat het een beetje is zo van... Metapy is meer gebalanceerd. En Rokusho is waarschijnlijk iets meer... Een glass... hard hitter, alleen wel frill. Zeg. Ja, glass cannon. Glass cannon, ja. Oké, okay, het duurde... 3 kwartier... Maar het is je gelukt. Ik heb het me eindelijk gelukt. Safe state heb je hem niet eens nodig. Nee. Hé? En wil je weten, ik deed niks anders. Nee. Ik deed scout, ik deed mijn hamer. En klaar. Nee. Oh ja, dit weet ik nog. Dit is zo slecht. Nou ja, weet je wat ik nu ga doen? Wat, heel, wat super belangrijk is? 7. Ja. Ik wil deze aflevering dan ook gaan beëindigen, denk ik. Ja, lijkt me een goed idee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken. Die vind je natuurlijk gewoon in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij Metabots Rakusho en Metabee Version. Adios, amigos.